Ik vraag me, wat ga ik nou weer zeggen? Ja, ik denk wel dat de kritiek die ik vaak gekregen heb ook wel heel erg met mijn homoseksualiteit te maken heeft. Zo, hallo. Nieuwe dag, een nieuwe interview. Ik ben op weg naar Albert Verlinde, net in Amsterdam aangekomen. Ik ga vandaag Albert Verlinde interviewen voor Panorama. 8 pagina's, dus het wordt een heel gesprek. Ik heb 2 spelletjes meegenomen. Ik weet niet zeker of hij daar zin in heeft om te doen, maar ik heb ze wel bij me. En misschien nog even een foto maken ook voor Weekblad Party. Ik mag misschien ook wel wat aan hem vragen. Ik heb er in ieder geval hartstikke veel zin in. Ik heb Albert al heel lang niet gezien. Ik ken hem al wel heel lang, 20 jaar of zo. En ga hem doorzagen, man. Ga een plekje zoeken en dan gaan we naar Albert Verlinde. Yo! Ik sta hier even te wachten op Albert Verlinde. We hebben de bar in het Conservatorium Hotel ter beschikking. En we hebben afgesproken, hij zal er zo wel aankomen. Even kijken of hij al in het hoekje is. Ja, kijk, daar is hij. Ja. Ik had hem al gezien door een lobby lopen. Hallo. Hey, kom eens even. Ja, hoe is het? Hoi. Lang niet gezien. Heel lang niet. Heel vaak gesproken. Altijd, hè? Dan belt hij weer. Voor Panorama is dit de eerste keer. Ja, daarom. Maar we gaan 8 pagina's maken. Dus dan doe ik laten het we snel dan naar binnen gaan. Ja, leuk. Albert, van harte welkom hier in het Conservatorium Hotel. Ja, chic, hè? Interview Panorama. Ja. Waarom deze locatie? Nou, het is vlak in de buurt, dat scheelt. En ik spreek liever niet thuis af, dus dat zullen mensen wel begrijpen. Maar ik ben ontzettend op privacy gesteld, zoals ik al die jaren in het entertainment nieuws aangetoond heb. Ja. Het is gewoon een prettige omgeving, dus dachten we het hier. Ja, mooi. Groot interview voor 8 pagina's voor Panorama, dus we hebben heel veel te bespreken. Ja. Ik wil graag heel veel van je weten. Ik heb het een beetje onderverdeeld in verschillende kopjes. Het onderwerpje theater heb ik wat vragen over. Onderwerp showbiz en gossip. En onderwerp een beetje persoonlijk. Ja. Dus van alles te vragen. Mocht je ergens niet op willen antwoorden, dan, ben je assertief genoeg om nee te zeggen, denk ik. Laten we even naar je carrière kijken. Want ik vond het opmerkelijk, en nog steeds opmerkelijk, eind 2020 ben je gestopt als directeur bij Stage Entertainment. Ja. En toen dat was het coronajaar natuurlijk. Heel veel mensen zeiden toen, hij verlaat het zinkende schip. Ja. Maar je had financieel alles super op orde daar. Je had volgens mij 2 jaar de planning, de programmering vooruit gepland. Ja. Ja. Was het een heel geschikt moment, nu je 2 jaar later terugkijkt daarnaar, was het een heel geschikt moment om te stoppen? Ja, dat denk ik echt. En het heeft met 2 dingen te maken. Kijk, ik wist, Tina Turner ging de musical in première in 2020. Nou, dat zal begin februari geweest zijn. En toen heb ik eigenlijk na de première heb ik de CEO bij Stage gebeld. Zegt, nou ja, ik wil gaan stoppen dit jaar. En toen had ik gezegd, nou dan word ik mei, juni. Dan heb ik 3 maanden, dan ben ik weg en mooi geweest. Na 6,5 jaar. En toen kwam ik maar uit corona. En toen dacht ik, ja, nu kan ik niet weg. Ik kan nu niet in corona na 2 maanden zeggen, jongens, zoek het verder uit. Want er moet gelobbyd worden, mensen moeten opgevangen worden. Er moesten oplossingen gevonden worden over salarissen en dergelijke. Dus toen ben ik gebleven tot inderdaad december. Toen was alle lobby wel gelukt, weet je. Er kwamen compensatiegelden en mensen hadden hun contract mooi uit kunnen dienen. Dacht ik, dit is een moment. Anders blijf je namelijk ook maar iedere keer het weer een beetje verlengen. Ja. Ik heb niet het zinkend schip verlaten. En zeker niet, want dat corona dat overkwam. En daardoor ben ik nog een half jaar langer gebleven. Oh ja, dan, want was je al eerder weg geweest. Dan was ik al weg geweest, ja. Ja. Dan heb jij, voordat je bij Stage kwam, volgens mij 17 jaar lang VNV Entertainment gerund. Ja. Daar heb ik je toch ook 10 keer voor gesproken. Ja, want ja. Bij elke première van een nieuwe voorstelling was er natuurlijk wat PR nodig ook. Ik had een beetje verwacht, hij heeft dat 17 jaar lang gedaan. Daarna heb je een hele hoge functie bij Stage Entertainment gehad. Ik denk, hij is wel even klaar met het theaterwereldje. Ja. En toen kwam je in één keer weer keihard terug met Albert Verlinde Entertainment. Ja. En nu sta je weer in het theater met je voorstelling. Ja, ik wil eigenlijk... Ik heb altijd gezegd... Maar de pers legt op zijn eigen manier uit. Maar ik heb altijd gezegd... Ik ben klaar bij Stage Entertainment. Daar heb ik van alles gedaan. Dat bedrijf was ook wel toe dat er even wat gebeurde. Daar ben ik allemaal bij geweest. Maar ik was niet klaar met theater. Alleen, ik wilde niet meer een bedrijf hebben. Ik wilde niet meer ondernemingsraden en Excel-sheets en 5-jaren plannen. Weet ik wat allemaal. Ik wilde gewoon weer doen wat ik ooit ben gaan doen, wat ik zo leuk vind, theater maken. Dus dacht ik, nou weet je wat, ik ga 1 voorstelling per jaar presenteren, waarvan ik denk, nou, dat vindt het publiek volgens mij wel leuk als we dat doen. Nou, de eerste was Dagboek van de Herdershond. Nou, dat was meteen een succes, dus dat heb ik goed gezien. Ja. Meer dan 80.000 bezoekers in coronatijd, hè. Echt heel, heel erg bijzonder. Ja. En nu Grease. En volgend jaar Disco Superstar. Dus heb ik ieder jaar met Ivo van Hoven, heb ik ieder jaar 1 productie waar ik echt in geloof. Van ik denk, nou, daar zit...
de theaterbezoeker nu op te wachten. Ja, dat is goed dat je het zelf al zegt. Want dat wou ik eigenlijk vragen. Wat wil je met jouw bedrijf nu toevoegen aan een theaterwereld? Want er is al heel veel. Er zijn ook al heel veel toneel- en theaterproducties. Ja. Toch zag jij ruimte om daar nog met je eigen bedrijf tussen te springen. Ja, kijk, wat ik altijd gedaan heb, eerst als VNV Entertainment en later als Albert Verlinde Producties, was proberen te midden van al het aanbod wat er is, iets te brengen van, ik denk, dat is er niet. Hè, toen Joop van den de hele grote producties deed, dacht ik, ja, er zijn eigenlijk geen kleine aansprekende theaterproducties. Toen bedacht ik Piaf met Lisbeth List. Dus ik ben altijd een beetje tegen de stroom in aan het kijken waar dan kansen liggen. Ja, en nu dacht ik, ja, je mist op dit moment wel, met alle respect voor mijn collega's, een producent met dat oude Albert Verlinde gevoel. Zo van, ja, weet je, wat vindt het publiek nou? Waar zitten ze nou een beetje op te wachten? Waar kan ik ze mee verrassen? He, zo'n dagboek van Herdershond, daar dacht iedereen, dat wordt niks. Dacht ze van tevoren, een oude titel uit eind jaren 70. En voor oudere mensen en alleen in Limburg. En maar ik dacht, ja, maar toch, dat cellofaantje wat erop zit, als je dat er aftrekt. En die mensen kennen het melodietje en kennen die van de kapelaan. Er zit emotie bij, dan komen ze wel. Nou, dat is gebleken. Ja. En Grease, denk ik, als er één, daar ben ik echt van overtuigd, ze hebben het moeilijk. En als er één titel is waarvan de mensen eigenlijk meteen zeggen, oh, maar daar ga ik naartoe, en dat hoor ik echt van alle kanten, dan is dat Grease. Ja. Dat je denkt, ik wil een stukje vrolijkheid, je moet vaak 50, 60 euro uitgeven in het theater, dan wil je ook een beetje weten wat je krijgt, nu wel. Een paar jaar geleden wilde je avontuur en bijzondere dingen, en dan dacht je ook, laat me verrassen. Ja. Nu denk je, nee, als ik het geld uitgeef, ook met inflatie, wil ik gewoon weten wat ik krijg. Nou, dat weet je met Grease. Ja. We hebben met Grease natuurlijk al verschillende varianten gezien. Ja. Ik vertel je net, ik werk nu 20 jaar in de showbiz. Volgens mij heb ik 2 versies voorbij zien komen. Ja. Dit is nummer 3. Wat maakt de Grease van nu anders? Waarom moeten mensen daar nu allemaal heen gaan? De eerste Grease was met Jim Bettina. Ja, ja. Nou ja, the rest is history. Er zijn 2 mensen elkaar echt leren kennen, verliefd geworden, als dat eromheen gebeurd is. Weet je wat grappig was? Ik was bij de eerste persvoorstelling toen van Jim en Bettina, die elkaar nog helemaal niet kenden überhaupt. En toen vroeg ik ze allebei van, denk jullie dat er een romance in zou kunnen zitten tussen jullie? Echt zo'n partyvraagje, weet je wel. Ja. En toen, nee, belachelijk. En hoe kom je daarbij? En hup, daar gingen ze. Getrouwd, 3 kinderen. Ja, echt. Fantastisch. Ik moest iets zo raar doen. En, ja. Kijk, en daarna kwam de versie met Fayenne en met Tim Douwsma. Ja. En dat was eigenlijk een herhaling van die eerdere versie. Die was bijna precies hetzelfde. Mm. En dat is niet het leukste om te doen. En nu gaan we op een frisse manier, met frisse dans van nu, weet je wel. Eigenlijk, als je kijkt naar Grease, je zit naar school te kijken. En ik noem het een soort drosteneffect. Je kijkt nu naar een nostalgische, toen de muziek werd gemaakt in de jaren 70, was nostalgie naar de jaren 50. Nu, in deze tijd, is nostalgie naar de jaren 70. Dat die uitkwam, die film. Ja. En we willen die nostalgie vasthouden. We willen ook dat als je naar die school kijkt, dat je denkt, dat is een school van nu. Daar lopen hippe, leuke, jonge mensen rond. En natuurlijk speelt zich in de jaren 50 af. Maar als daar, ik weet niet hoe het tegenwoordig allemaal heet, meisjesachtige jongens tussen lopen of jongensachtige meisjes, maakt allemaal niet uit. We maken er geen verhaal van, het loopt gewoon rond. Het is een staalkaart van een klas van nu, ja. Met de dans van nu en kleding van toen, maar wel met een touch van nu. Nou, zoals jij er nu uitziet, zou je zo in die klas van Grease kunnen zitten. Dat is een beetje het idee. Oké, maar welke kenmerk van mijn uiterlijk dan? Lekker zo'n petje op. Gewoon en jezelf zijn, mm-hmm. Snap je? Dat is denk ik wat Grease wil uitstralen. Jezelf zijn. Met alle onzekerheden van, het is toch, die musical is gewoon de jongens tegen de meisjes. Ja. Dat blijft en dat mag natuurlijk helemaal niet meer, hè, in deze tijd. Mm-hmm. Maar daarom gaan we het juist wel doen. Maar jongens tegen de meisjes is deze tijd toch wat anders. Kijk, in het verleden, als Sandy gepest werd door de andere meisjes, ja, er werd gewoon, wat erg, en liep ze weg. En nu kan Sandy alleen maar zeggen van, ja, oh, is al genoeg. Ja. Ja. Dan heb je al Sandy van nu. Ja. Hoef je niet eens te zeggen, dan weet je het al. Mooi. Ja. Mooi. Je bent toch weer dat theaterwereldje ingedoken met je eigen bedrijf. Maakt het je gelukkig? Ben je gelukkig? Ja. Ja, ik merk wel. Ik heb vorige week 2 dagen audities Jessica Superstar gedaan. Mm. Met Ivo van Hoven. Yep. Ja, dan word ik wel heel gelukkig. Als je dan 2 dagen mensen ziet zingen en ziet acteren en hun talenten ziet. En je zit na te denken, oh ja, dan is dat de Maria en dat is Jezus en dat zijn de apostelen. En je krijgt dan beelden van hoe het gaat worden. Ja, je hoort dan hoe ik erover praat, dan leeft mijn hart wel op. Daar zit toch mijn passie. Wat heb je nog meer nodig in het leven om gelukkig te zijn? Ja, toch ook wel een ontzettende stevige thuis- en familiebasis. Dat is eigenlijk ik ben een echte huismus. Ik vind het heerlijk om mensen thuis te ontvangen, om thuis in mijn huis rond te lopen. Dat is ook denk ik het verschil met stage en hoe ik nu ben
ik werk vanuit huis. Dus ik zit lekker mijn mails te antwoorden en telefoons te doen. Dus ik met Amerika te bellen, doe ik dit, doe ik dat. Ga ik de hond even uitlaten. Of ik ga even naar de Rituals een geurtje halen. En dan loop ik weer terug en dan ga ik een beetje koken. Dan ga ik weer eens wat bellen. Ja, dat vind ik... Ik ben een huismus. Ja. En dat... Ja, ik denk wel dat dat echt Albert is. Is er in dat leven van Albert de huismus ook een partner momenteel die bij Albert in huis de huismus uithangt? Ja, niet vast, maar Onno en ik zijn natuurlijk gewoon partners voor het leven. Ja. Ik bedoel, dat is wat het is. En ja. dat klinkt als een soort troostprijs, maar dat is het echt niet. nee, we hebben het hartstikke leuk samen. Alleen we hebben niet meer iets van we gaan dat overal roepen en kijken eens even, hier zijn we. We hebben het gewoon hartstikke leuk. Zijn jullie voor de wet nog getrouwd eigenlijk? Ja, of? We zijn nooit gescheiden. Nooit gescheiden nee, geweest? Nee. Oké. Okay. En je zijn een beetje living apart together, is het een ja, beetje... Ja, klopt. Ja, ja. Allebei je eigen ruimte, maar ja, wel... Leuke soms, dingen samen doen en soms even denken, nou even niet. En dan weer samen op vakantie en dan weer even je eigen plek opzoeken. Dat is een beetje het ritme. Als ik het zo een beetje opmaak uit jouw manier van praten en ook wat je uitstraalt... heb je meer rust in je leven dan pakweg 5 jaar geleden? Ja. Ja, ik denk dat... Volgens mij zie je het aan alles. Mijn ogen zijn groot, ik heb een ontspannen houding. Ja. Het is echt sinds 5 jaar geleden. Maar ik denk ook sinds ik met Shownieuws gestopt ben. Sinds ik met Stage gestopt ben. Sinds ik gewoon mijn eigen dingen doe en mijn eigen ritme heb. Ik heb heel hard gewerkt. Echt heel hard gewerkt. En als je terugdenkt, ja, dan was het in 1992 was voor de eerste keer Showtime. En daarna ben ik van de ene rubriek in de andere gerold. En ik denk dat er niemand zoveel dagelijks tv gemaakt heeft als ik. Ja. Loodzwaar en nog een theaterbedrijf opgebouwd en verkocht en een grote bedrijf geleid en allemaal tegelijkertijd. Ja, en dat houdt... Ik kon het allemaal wel, maar nu denk ik echt, hoe heb ik dat gedaan? Nou, maar dat heb ik in al die jaren dat ik jou volgde voor de bladen waar ik voor schrijf altijd gedacht. Hoe doet die man dat? Ja. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik heb jou een keer opgezocht ook bij Stage Entertainment op kantoor. Was voor een groot interview Nieuwe Revue toen. Ja. Ja, toen, ik weet nog, toen gingen we jouw schema even een beetje doorlopen van hoe een dag eruit ziet. Nou, nee, er zat ook geen pauze in. Bomvol met alles. Ja, ja. En ik ga ook wel vol energie erin. En, ja, klopt. Ja. Je oogt nu een stuk rustiger. Ja, nou ja, gelukkig. En ik heb goed naar mezelf geluisterd. Ik bedoel, als je het hebt over dat autonome en zo. Je moet op een gegeven moment echt naar jezelf luisteren. En ik vind het fantastisch. Ik bedoel, om dan met de Lion King te... Maar je hebt de Lion King met steeds toch op de top van de apenrots gezeten, snap je? Want dat is het grootste theaterbedrijf van Nederland, nou, van Europa. Daar ben je dan de baas voor Nederland. Ja, ik heb prachtige dingen gemaakt, maar ik heb net zoveel plezier met een mooie dagboek van Herdersom. Als ik daar in die zaal zit, denk ik, nou, met mijn eigen geld ook nog, hè, behoorlijk risico gelopen. En dat verdien je dan nog terug ook. Ja. En er zitten mensen om je heen die ontroerd zijn en die geraakt zijn, naar je toe komen. Dank u wel dat u dit gemaakt heeft. Ja, dat is toch fantastisch. En ik had een theedoek, maar mijn vrouw zei, we hebben een regenboog op blinddoek. Dat is voor allemaal natuurlijk veel leuker. Ah, dat is leuk. Ja. Om even het interview een beetje luchtig te maken, want we zitten heel lang met elkaar te kletsen. Ik heb een smaakspel meegenomen. En dat is natuurlijk showbiz gerelateerd. Dus daar komen ook vragen bij. Dus je mag eerst proeven wat je proeft en dan komt daar een vraag bij. Leuk, hè? Nooit gedaan dit. Kijk, ik help je een beetje. Je zit daar zo. Ik beloof je dat het... Ik naai je niet. Dus je kan gewoon vertrouwd even proeven. Weet je wat dit is? Azijn? Ja, azijn. Heel goed. Ja. Dus je hebt een punt. Azijn is zuur, hè? Weet je? Ja, dat is zuur. Ja. Wie vind jij de meest zure persoon in het showbiz-wereldje? Of ben je dat zelf? Oh, nee, ik ben niet zuur. Nee, je kunt me veel betrappen. Niet op zuurheid. Ja. Ik ben zo... Ik vind... niet altijd, maar... Laat ik zo zeggen... Oh, dat vind ik zo erg, want dan krijg ik dat allemaal weer, als je zo'n persoon noemt. Laat ik zo zeggen, er mag af en toe wel iets meer zoet in Angela de Jong. Oh ja. 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 Het is wel heel erg serieus. Als je nou hebt over waar is de humor in ons vak, dan is hij daar een beetje weg. Ja. Oh, ja. Oké, netjes. Heb ik deze voor je? Staat weer een schaaltje. Ja, misschien even, moet je vinger misschien een beetje nat maken, want het zijn kleine stukjes. Ik zou er maar eentje proeven, want Heb je enig idee wat het is? Nou, een soort pepers. Ik denk chilipoeder of zo. Nou, perfect. Chilivlokken. Ja. Wat knap. Ja, ik doe het niet dagelijks, hè, zo'n smaakspelletje. Jij ook niet waarschijnlijk. Het zijn chilivlokken.
En ja, chili is heet, hè? Heet gepeperd. Ja. Wie vind jij nou een hottie in de showbiz? Wie vind jij sexy? Het wordt ook meteen dit. Ja, wil je een glasje water? Nee hoor. Heb ik ook niet. Dus. Wie vind ik nou een hottie? Wie vind je sexy? Wie vind ik... Moet even kom op, Albert. Knal er eens even een naam. Ja, knal even een snel naam. Jezus man, daar overval je me mee. Je hoeft er niet meteen mee het bed in, hè? Maar nee, dat hoeft niet. Gewoon lekker. Dat vind ik een knappe vent. Of een knappe vrouw mag ook, hè? Nou, wat erg. Godsman, dat is lastig, hè? Is er in de showbiz niemand die je knap vindt? Dat je denkt van, nou, een beschuitje. Ah, ik vind Jim wel ontzettend knap. Ja, is ook zo'n knappe gozer. Ja, en die wordt alleen maar knapper. Ik weet niet wat ze daar in het water gedaan hebben, maar die wordt alleen maar knapper. Mijn vrouw heeft haar dagboekjes nog, haar schoolagenda's nog, van toen ze 12 was. Toen knipte ze al plaatjes van Jim uit de hitkrant. Dus als je het nu ziet, is het een beetje melkmuiltje in die tijd. Die is veel knapper nog. Ja, is klopt. Nu nog veel knapper. Ja, ja. Ja, leuk. Het is echt zo'n Clint Eastwood. Sorry Jim, dat ik daar zo lang over deed. Clint Eastwood, die alleen maar mooier en rijper wordt als hij ouder wordt. Dan gaan we naar, deze is moeilijk hoor. Deze kan je gewoon gerust proeven. Ja, hoor even nat. Ja, even nat vinger. Deze zit wat minder smaak aan, is wat minder heftig. En die tong is net dood door die chili. Misschien had ik als laatste moeten doen. Dat is niet alledaags. Ja, wacht even. Er komt nu iets door. Oeh, er komt wat door. Het is eerder iets van een soort graan of zo, denk ik. Ja, een zaadje. Nou. Ja, een zaadje. Weet je welk zaad? Ik denk de sesam. Nou, het is, je hebt gewoon 3 punten hoor. Het is sesamzaad. En dan heb ik natuurlijk een vraag over Sesamstraat. Ja. Verzin ze maar. Wie van, die types, hè, zo aardstaartjes en de Frank en wie van die Sien Deals, hè, helaas ook al overleden. Ja, Of Gerda Havertong. Wie van die mensen spreekt jou het meest aan als je erop terugkijkt? Misschien ik vind het wel meneer Aard. Ja. Zo'n lekkere moppenpot. Ja. Die spreekt me heel erg aan. Ja. Ja. Ik heb hem in Dron Rijp, hij woont bij mij in Friesland, meerdere keren opgezocht. Hij is heel triest aan zijn einde gekomen. Ja, hij is uit de boom gevallen toch? Hij is een keer uit de boom gevallen toen hij peer aan het plukken was. Daar is hij niet bij overleden. Hij is aangereden. Zo'n klein karretje had hij volgens mij. Zo'n invalide karretje. Oh. Laten we even een overstapje maken naar waar we jou ook allemaal heel goed van kennen nog. De gossipwereld, de showbizprogramma's. Inderdaad, je noemde net al even 1992 met Paulien Huizinga, hè? Showtime. Yeah. Ik keek toen al inderdaad. Ik weet er ook nog heel veel van. Maar jij bent een soort godfather van de gossip eigenlijk. Want jij hebt het tv-programma praten over wat er in de showbizwereld gebeurt, heb jij uitgevonden en begonnen. Ja. Je wordt ook de roddelkoning nog wel genoemd, hè? Ja, geabdikeerd. Ja. Maar is dat een terechte omschrijving? Dat je ik noem maar Godfather van Gossip of roddelkoning. Ja, kijk, roddelkoning, ik riep altijd van ja, maar ik ben entertainmentdeskundige en zo. Nu denk ik, het maakt me niet uit hoe je het wilt noemen. Ja. Ik heb iets veranderd, het was er niet en ik ben het gaan doen. Ja. Ik ben de eerste wekelijkse rubriek gaan doen, ben de eerste dagelijkse rubriek met Shownieuws gaan doen. En ik ben de eerste rubriek met de mening gaan doen. En die twee rubrieken bestaan allebei nog, 20, 25 jaar later. Ja. Dus ja, hoe gaaf is dat als je dat gedaan hebt? Dus ik ben eigenlijk wel heel trots op, dat is toch een soort erfenis die je nagelaten hebt. Ja. Hoewel mensen dat over een paar jaar helemaal niet meer weten. Want dan zijn het alle mensen die er nu zitten, hè, waar de Andriesjes naar kijken. Ja, weet ik niet. Je staat wel in het geheugen gegrift, denk ik, van heel veel televisiekijkers. Gisteravond liep ik langs die ijsbaan hier op het Museumplein. En er waren kids aan het skaten. Nou, die zullen 18-19 zeggen. Dat is die van televisie, Shownieuws. En ik, dat blijft dus toch. Ja. Dat, terwijl je niet eens op tv bent. Nee. Maar blijkbaar ben je zo wel verankerd in het collectief geheugen, positief of negatief, dat het er wel blijft. Ja. Ja. Even terugkijken naar RTL Boulevard, hè, waar je het langst eigenlijk hebt gezeten. Waar je ook, denk ik, het meest bekend bent voor televisie kijken naar Nederlandse mensen. Wat was het meest sensationele wat je in die jaren bij Boulevard hebt besproken of behandeld als onderwerp? Dat je denkt van, goh, dat bracht toch wat teweeg, dat vergeet je nooit kijk, die parkeergaragebeelden met Jolante en Wesley, dat is zo... Van dat was natuurlijk wel iets. Ook omdat het zo nieuw was. Het was bijna Amerikaans. Dat je ineens beelden van een BN'er op tv zag. Van twee BN'ers ook nog een keer. Ja. Die ieder een andere relatie hadden. Die met elkaar stonden te zoenen in een parkeergarage. Ja, dat is... Dat,
Ik denk ook eerlijk gezegd dat het leuke aan Boulevard, wat als je terugdenkt, denk je, waar gaat het over? Snap je, er staan twee volwassen mensen met elkaar te doen in een parkeergarage. Nou, ooit. In tijden van oorlog tussen Rusland en Oekraïne en zo, versplintert dat tot een heel klein onderwerp. Dus, maar we leefden in tijd dat het nieuw was. Dat vind ik het mooie aan eigenlijk alle rubrieken die ik gedaan heb, maar zeker aan Boulevard. Het was nieuw. We hadden geen idee wat ons overkwam. Bo en ik gingen het doen, met iedereen eromheen, Peter en Roeptal, maar we gingen dat doen en we hadden geen idee van de dynamiek die we teweeg brachten. We gingen gewoon iets leuks doen, op een tijdslot waar alles flopte, hè, want RTL was toen echt niet zo succesvol. Ja. En die kijkers, ze gingen zo en iedereen begon erover te praten en in de ochtendshows hadden ze erover. Ja, en het was gewoon echt... Het was gewoon echt nieuw. En dat, als je zegt, de primeur maakt mij niet zoveel uit, maar de emotie dat je iets echt nieuws neerzet, ja, dat is zo gaaf. Om dat in ieder geval één keer in je leven meegemaakt te hebben, waar iedereen het over heeft, wat nieuw is. En nu eigenlijk zie je, al die programma's met die meningen is toch allemaal gebaseerd op dat programma wat ooit om 6:30 bij RTL 4 begonnen is. Ja. Of het nou VI is, of het is allemaal schatplichtig aan die eerste seizoen de Boulevard. Ja. Ook de Juice Channels die we nu hebben, komen eigenlijk allemaal nog een beetje daar vandaan. Allemaal, klopt. Het bespreken van geheimen of persoonlijke dingetjes van BN'ers is toch weten, nog steeds actueel. Snap je? En je ziet inderdaad dat het edgy wat Boulevard had, want het was natuurlijk wel edgy. We zochten de randen wel op. Mm-hmm. Ook door de manier waarop we erover spraken. Dat hebben natuurlijk anderen wel overgenomen. Dat hebben de Juice Channels overgenomen. Ja, maar die zijn over die edgy. Die zijn over die edgy. Nee, maar aan de andere kant denk ik van weet je, bij ons waren mensen ook niet blij, snap je? Ik heb ook wel mensen gehoord, en Zania Smit kwam er ook van het eerst zeggen, nou, als ik op de deken kom, stijg ik op de strot door. En zo. Mensen waren gewoon niet gewend dat er op die manier over ze gesproken werd. Ja. En Leo van der Groot, toenmalig programmadirecteur, die moest branden blijven blussen, snap je? Dan had ik Irene Moors zwanger verklaard, maar die was niet zwanger. Ze belde dus helemaal met Leo van der Groot. En daarna moest Leo bellen, ik ben toch zwanger. Dat is wel een hele rare toestand. Oh, ja. Maar mensen waren het gewoon niet gewend. En nu zijn mensen niet gewend dat die Juice Channels er zijn. En die zoeken nu de grenzen op. En nu zijn de shownieuws en de boulevard zijn er wat brave rubrieken. Die steken braaf af. Maar dat is alleen maar... Kijk, ik zeg altijd, Henk van der Meijden heeft het voor de krant helemaal ontwikkeld en uitgerold. Ik heb het voor tv gedaan en nu voor de socials is het Yvonne Kolderweijer en consorten die het aan het doen zijn. Ja, ja. Over Yvonne gesproken, jij kende haar waarschijnlijk al uit de musicalwereld. Ja, ja. Want, ze heeft en als Kate zelfs nog bij RTL Telekids. Wat voor type is het? Wat voor meid is dat? Want als je ziet wat ze nu doet, is iets heel anders dan in theater eigenlijk. Ja, kijk, ik ga niet... wat voor meid is het? Het is eigenlijk gewoon een meisje die zelf heel graag bekend wilde worden. Want anders doe je dat allemaal niet. Hè. Ze heeft Wicked ook Chantal Jansen vervangen en zo. Dus ze heeft echt wel heel veel dingen gedaan. Ja. Ze is van begin af aan altijd hartstikke ambitieus geweest. Ze wilde iemand worden. Ja. En of het nou Kate was of het was in Wicked, dat maakt niet uit. En uiteindelijk heeft ze iets gevonden wat ik eigenlijk ook gedaan heb. Ik heb ook Kleinkunst Academie, ik heb ook in musicals gestaan. Ja. Maar mijn grote roem heb ik uiteindelijk aan tv-rubrieken te danken. En zij heeft eigenlijk precies dezelfde route doorlopen. Ja. Realiseer ik me nu pas, nou ik het tegen je zeg. Ja, ja. Dus ja, en ik denk gewoon dat dat ook een beetje is. Ze heeft, en ze is wel redelijk... Ja, eigenlijk denk ik, zijn er best wel veel parallellen. Ik denk dat ze net zo... enthousiast en gemotiveerd zoals ik dat in de jaren Boulevard was. Dat je denkt, we doen het gewoon, zegt. Of ze zeggen wat, of ze zeggen niks, maar dan nu ga ik het brengen. Dat deed ik ook. Ja. En zij doet het nu ook. Met alle gevolgen van dien, want Yvonne heeft heel veel haters ook. Omdat ze brengt echt wel ook nog next level geheimen en dingen van BN'ers naar buiten. Jij hebt ook wel dingen onthuld in jouw carrière, zowel bij Show News als bij Boulevard. En dat heeft je ook wel eens, haat weet ik niet, maar wel vervelende omstandigheden opgeleverd. Mm-hmm. Je hebt met behoorlijk wat BN'ers ook aan de stok gehad. Of mensen die jou minder aardig vinden. Bedreigd, kogelbrieven, ik heb het allemaal gehad. Nee, echt? Dus, kogelbrieven? Ja. Okay. En ik ben wel eens door de recherche gebeld, dat mensen die we allemaal kennen en die in de gevangenis zaten, wel heel veel over mij aan het praten waren aan de telefoon. Als ze afluisteren. Oh, dus ik heb het, wat dat betreft, alleen ik leefde in een tijdje dat me niet vertelde. Dat je dacht, dat is zo en dat lossen we wel op. Ja. Met wat extra bewaking of zo. Maar nu vertelt iedereen dat. Maar ik denk met Yvonne, kijk het verschil met Boulevard, maar ik vind het best wel boeiend, want ik zit nu even over na te denken. Het verschil met Boulevard of shownieuws is dat zijn rubrieken die ook gewoon cd-presentaties brengen en boekpresentaties. Dus die heb je als artiest altijd weer nodig. Ja. Zij
haar heb je in principe niet nodig. Nee. Dus ik denk het verschil tussen wat Yvonne doet en andere juice channels en wat Boulevard en Shonies doen, is dat je als artiest denkt, ja, ik moet wel met dat programma tevreden blijven, want we moeten me ook mijn dingen promoten die nodig zijn. Ja. Dat was ook de reden waarom je het vaak voor elkaar bokste om het te brengen en het op te lossen. En bij de juice channels heb je dat niet. Dus nee. Dat is veel autonomer eigenlijk, ja, dan die tv-rubrieken ooit hebben kunnen onafhankelijker zijn. En onafhankelijker. Ja, ja. Dus dat vind ik mooi. Ik moet wel zeggen dat, hey, Yvonne, ik vraag me, wat ga ik nou weer zeggen? Ja, ik denk wel dat de kritiek die ik vaak gekregen heb ook wel heel erg met mijn homoseksualiteit te maken heeft. Ja? Ik vraag me oprecht af, als Yvonne Koldewijer een kleine homoseksueel uit de provincie was geweest, ja, hoe dan haar namen waren geweest. Okay. Snap je wat ik bedoel? Als je ziet hoe ik genoemd ben, ja, ook door de serieuze pers, ja, al die, ja, jaren. Ja. Zo is zij nog nooit genoemd, hè? En door je op roddelnicht. Ja, dat soort termen komt helemaal niet naar voren. Ja, ja, ja. Dus dan denk ik, ja, daar zit dan toch een stukje seksisme bij, denk ik, waar ik mee te maken misschien heb. Misschien ook wel, ja, omdat aan het gay zijn soms ook de eigenschap valsheid wordt gekoppeld. Valsheid, ja, die valse nicht. Ja, ja. En dan werd jij ook als vals bestempeld, ja, terwijl ik je gewoon nieuws bracht eigenlijk. Ja, en tegenwoordig heb je vetshaming, weet ik wat allemaal. Dit was natuurlijk, ja, eigenlijk gewoon nichtenshaming wat je aan het doen was. Ja, ja, ja. Ook als serieuze pers. Ja. Dus, ja. Maar goed, dat is een bijzaak. Heb je dat vervelend, ja, gevonden? Ja, ik vond het wel. Ik heb het altijd vervelend gevonden, niet zozeer. Want het gewone publiek heeft dat niet. Hè? Die hebben niet roddelnicht of zo. Dat is echt de pers die dat schrijft. Ja. Erg genoeg. Ja. Wat ik dus wel inderdaad erg genoeg heb gevonden, is dat de pers het zo normaal vond om die term te gebruiken. Ja. Terwijl ik denk, met iedere andere zogenaamde minderheid had je het niet hoeven proberen. Hè? Helemaal nu niet meer. Nee, dus ik denk, nu had ze ook denk ik niet meer gekund. Nee. Dan had je ook gezegd van, dat heb ik ook de hoogtijdagen van meegemaakt. Dat dan, ja, blijkbaar wel kon. Ja. 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 Nou, je had het net ook over bedreigingen en kogelbrieven en zo. Ben jij bang geweest ooit? Heb je achterom gekeken op straat? Nee, niet bang. Maar wel dat je denkt, ook moet wel opletten. Kijk, het leuke, en dat is, ja, heel dramatisch ook aan RTL Boulevard natuurlijk. Toen dat met Peter R. gebeurde. Kijk, toen wij begonnen, Bo en ik, riepen we alles. En we konden alles roepen. Maar de wereld is veranderd. Zelfs als het over Hells Angels ging, riepen wij dingen. En dan moest ik wel een keer van John van Heuvel Big Willem bellen om het even uit te praten. Want hij was dan echt niet blij. Okay. Maar snap je, die toon die wij toen hadden, kan nu helemaal niet meer. Nee. Dus het is misschien ook een beetje naïef te denken dat de toon die je ooit 20 jaar geleden in hebt gezet met het programma, dat die nog steeds kan. Ik heb er nog 2 of 3 voor je. Dus 2 of 3. Je mag nog je vinger even nat maken. Deze is best wel lekker hoor. Ja? Ja, niet zo gezond, maar... Dat is ook wel pittig. Een beetje zoutig. Ja, dat eerder toch? Dus het zout? Ja. Ja, oké. Okay. Zeezout? Ja. Wie moet er van jou opzouten in de show? Is er iemand die je echt wel echt moet opzouten? Nee, dat ga ik echt niet zeggen, want iedereen moet gewoon lekker zijn ding doen. Ja. Nou, wat is er overgebleven van jouw openhartigheid? Oké. Okay. Niemand hoeft op te zouten. Nou, heb ik nog deze voor je? Mag de vinger nog een keertje nat? Ja, deze is ook wel lekker hoor. Nog een keer. Ligt hij nog of is hij weg? Oh ja, hij is hier, ja. Wat is het? Ja, jij staat graag in de keuken volgens mij. Ja? Je houdt van lekker eten. Misschien herken je er iets van. Het is een mix hoor. Ja, het is kruiden. Ja. Ja. Ja, heb je enig idee uit welke windstreek? Een land? Italië? Nou, het is fenomenaal. Je bent echt een fijnproever. Echt Italiaanse kruiden. Oké. Okay. Wie is de bekendste Italiaan in ons land? De Marco Bussato. Ja, en wat heb je met hem te doen momenteel? In wat voor situatie zit hij nog steeds? Hoe gaat het aflopen? Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het vervelende is. Hè. Er is niks bewezen. Er zijn alleen beschuldigingen dat er iets is. Ja. Maar dat dan, wat is het inmiddels, bijna een jaar boven je hoofd hangt. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk als er iets gebeurd is voor de mensen die het... Maar het is ook verschrikkelijk om een jaar lang te bungelen en niet te weten waar je aan toe bent. Ja. En je niet te kunnen verdedigen omdat er een onderzoek is. Ja. Dus ik leef dan wel. Ik vind het wel voor hem ook vervelend. Ja. Radiostations boycotten nog steeds zijn muziek. Nou, ik hoorde hem vorige week op Radio 5. Ja, voor hem het terug, eerst bij de top, 400 of zo. Okay. En daar kwam hij voor. En ik dacht, verrek, Marco Bussato, ja, op de radio. En daar kwamen ook meteen via socials allerlei wel positieve reacties op. Gelukkig hoor die muziek weer.
Ja, dat is ook zo raar, hè? Moeten nu alle banden van de wereld daardoor vernietigen? Ja, nee, ja. Nee. Ja, nee. Maar denk je dat mensen ooit nog zijn muziek gaan kopen? Of nog een kaartje kopen voor om naar Marco Borsato te gaan? Hangt puur af wat er gebeurt. Als hij kijk naar Thijs Reumer nu. Ja. Als er echt beschuldigingen zo heftig zijn en waargemaakt worden, ja, dan niet natuurlijk. Nee. Maar als het meevalt, zelfs dan heb je nog een hele lange route terug, omdat mensen toch zo in elkaar zitten van, waar ook eens is vuur. Ja. Dat is natuurlijk het hele erge. Ja. Ja. De laatste mag je doen zonder blinddoek, Albert. Wat tof dat je hem op, man. Opdoet. Kijk, deze mag je zo proeven, want dit raad je misschien niet. Wel knap, hè? Ja, je doet het echt fantastisch. Ik zou het heel knap vinden als je deze... Dat is zo'n curry, toch, of niet? Nee. Niet helemaal curry. Maar wel iets Indiaans. Ja, het zit er wel doorheen. Nou, het zijn speklapkruiden. Oh! Speklapkruiden. En dan wou ik het toch ook even over jouw postuur hebben. Want spek wordt geassocieerd met dik. Ik heb zelf al een kilo of 10 te veel. Hoe is het met jou momenteel? Ben jij op je gewicht dat je zou willen zijn? Nee, ik wilde 3 kilo af of zo. Maar dat roep ik eens per jaar en dan gaan ze er ook weer af. Oké. Okay. Dus, dat gaat gewoon vanzelf? Of moet je deze doen? Ik sport één keer in de week met een trainer. En dan probeer ik 2 keer in de week zelf te joggen nog. Ik ben heel ouderwets, ik moet nog steeds joggen, maar rennen doe ik dan. Ja, ja. En ik let gewoon een beetje op mijn eten. Ja, oké. Okay, ja, maar ik hou wel van het leven. Dat is een hele moeilijke balans. Zorgen dat je op gewicht blijft. Ja. En het begon is je leven, dat is wel een moeilijke verhouding. Dat is een grote uitdaging. Ik heb er ook vaak Ja. Vandaar dat toen je hier binnenkwam en jij zei, nou moet je iets eten of zo? Dat ik doe daar wel 2 knekkenbrood als ik thuis ben. Terwijl wij net de club zijn. Ja, ik zag het met vrienden mayonaise. Albert, we gaan weer terug naar het interview. Ja. We hadden het net over mensen tegen je het harnas gejaagd. Ik had een heel lijstje gemaakt met BN'ers die wel eens boos op jou zijn geweest. Wie is het meest boos op jou geweest? Is dat Patty Bart of Robert Jensen? Ik weet niet of ze boos waren of ik verdring dat ook ergens. Hmm. Want ik ben altijd wel iedereen weer tegengekomen, snap je? Ja, dat wil ik ook nog vragen. Ja. Mensen die ooit iets over jou geroepen hebben in de media, als je ze dan later weer tegenkomt, hoe gaat dat dan? Ja, dan loop je aan elkaar toe. Het is geen oorlog, hè? Mensen zijn misschien blij boos over iets wat je gezegd hebt. Of andersom, dat ik boos ben op wat zij gezegd hebben. Ja, dat kan. Maar je hoeft toch niet voor je leven lang niet elkaar aan te kijken, dat niet. Was het niet Patty Bart die de bijnaam Qualbert Verlinken bedacht? Nee, volgens mij is dat Donald Duck geweest. Robert Jensen? Nee, Donald Duck. Donald Duck? Ja, volgens mij heeft gewoon de Donald Duck het ooit genoemd. Die doet inderdaad met BN'ers vaak een leuke naam in de weekblad. Dat is echt Donald Duck. Dat is echt de Donald Duck geweest. Oh, dat is grappig. Ja. Oh, dat is grappig. Ja. Maar Patty nam het graag over. Ja, daarom dus. Maar die heeft ook de eigen naam, denk ik, de Donald Duck gehaald. Dus, waaruit we hem eigenlijk moeten concluderen dat Patty Bart de Donald Duck leest. Dat doen we ook alweer. En dan ga ik verder ik geen waardeoordeel. Ik ben dol op de Donald Duck. Dat wist ik nog niet. Fantastisch. Iemand die recent boos op jou was, en dat is ook in de media geweest, dat was Humberto Tan. Ja, ja. Je had je wat laten gaan in Show News. Ik heb die uitzending ook gezien. Ja. Je hebt ook daar excuses voor aangeboden. Je had ook zeggen dat het was een soort blinde vlek. Een vlaag van verstandsverbijstering. Ik had het niet moeten doen. Komt dat ooit nog goed tussen jou en Humberto? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Nee. Heb je hem opgebeld? Of zo vaak. Dus, maar nou niet op? Nee. Dus prima. En dan houdt het ook op. Ik maak altijd wel opmerking. Ja, wat kan ik nou nog doen? Op mijn blote knieën de Mont Blanc beklimmen. Ja. Snap je het? Op een gegeven moment houdt het op. Ja. En dan denk ik, nou, schouders ophalen en doorlopen. Ja. Dat is wat het is. Vind je het jammer? Ja, ik vind het wel jammer. En ik vind het vooral jammer omdat je denkt, jeetje jongen, in deze tijden kun je toch met elkaar wel een beter voorbeeld geven. Dat 2 mannen gewoon met elkaar even rond de tafel gaan zitten en het uitpraten. Ja. Ik vind daar een grotere voorbeeldfunctie van uitgegaan dan zeggen we gaan naar de rechter, denk ik. Dus dat is wel wat ik ervan vind. En vooral omdat, je hebt het gezien, ik wilde wat anders vertellen. Ik wilde vertellen dat je breder moest kijken. Ja. Nou, dat blijkt nu. Als je ziet wat allemaal naar boven komt over de omroep. Ja. En ook over RTL en over de publieke omroep, denk ik, ja jongens, dat is wat ik bedoelde toen. Trek het weg van alleen maar, John de Mol en Talpa, en daar gaan we. Ja. Maar kijk wat er was. Ja. En ik had nooit die ene naam moeten noemen, snap je? Dat is gewoon niet slim geweest, want daardoor is het allemaal ondergedompeld en is het verdwenen wat ik bedoelde. Ja. Maar ik bedoel te zeggen, niet alleen naar het programma kijken, niet alleen naar de Jeroenen van deze wereld, maar kijk het breed. Want die hele cultuur, op dat moment bij RTL, was niet al te best. Ja.
Je zei dat in een periode waarin alles ging over de Voice of Holland. Het was binnen 24 uur dat dan buiten kwam. Ja, en jij zei van er is veel meer aan de hand bij heel veel andere programma's. Ja. Maar ja, je ziet het nu bij Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Draait Door. Dat is dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar meer... Wat ik er wel mee bedoel, en dat is wat ik toen ook heb willen zeggen. Kijk, Matthijs is natuurlijk, dat is gewoon echt niet goed. Het is verschrikkelijk wat hij gedaan heeft, snap je? Maar het feit dat iedereen zijn bek houdt, dat er mensen afgebrand worden, en dat omroepdirecteuren, collega's, eindredacteuren hun bek houden. En hetzelfde is dat wat ik bedoelde. Er zijn ook, en dan praat ik, het kan ook over de NCRV gaan, of het kan ook gaan over RTL. Het gaat mij erom, je moet weg van die cultuur dat mensen denken, het is normaal, we houden schouders op en we lopen door. Dat doet die presentator helemaal, of dat doet die actrice nou eenmaal. Nee, dat doe je niet. Mm-hmm. En je moet niet met terugwerkende kracht gaan afrekenen, snap je? Er hoeft echt geen heksenjacht te ontstaan. Alleen gebruik het moment wat er nu is, om een code af te spreken. En het enige wat ik ook bij het hele geval Umberto, los van de naam Umberto, het was dus heel normaal dat een gast een telefoonnummer, en de presentator had het telefoonnummer van iemand, die kon de appjes sturen. En appjes kunnen leuk zijn, hè, van leuk dat je er was, wat dan ook. Maar als je een code met elkaar gaat afspreken, kun je natuurlijk ook als zender zeggen, nee, de redacteur heeft het nummer van de gast, die beantwoordt. Ja. Om gewoon te voorkomen dat het misschien een keer misgaat, dat er misbruik van gemaakt wordt. Dat is het enige wat ik heb willen zeggen. Ja, ja. Mooi. Begrijp je vanuit Umberto de woede? Of de teleurstelling? Ik snap het. Alleen denk ik wel, hoe lang kun je een woede volhouden? Snap je? Ik doe dit erbij. Voor mij is het ook klaar. Ja. Snap je? Dat was hem dan. Het OM heeft je een boete opgelegd. Ja. En dat staat er heel netjes in de berichtgeving. Hoe hoog het bedrag is, dat blijft geheim. Ja. Maar ja, voor Panorama blijft natuurlijk niks geheim. Albert, hoeveel moet je lappen? Nee, dat ga ik ook niet zeggen. Nee, er is een boete. Nou, dat is op zich prima. Wat wel zo is dat het OM heel uitgebreid begon te vertellen dat ze eerst niet wilde onderzoeken en toen wel weer. Want dat wil ik toch ook nog wel even zeggen. Kijk, één, ik heb het brede vertellen. Ik wil een ander verhaal vertellen. Maar twee, denk ik, als je ziet dat heel veel verkrachtingszaken niet behandeld worden, moeten we hier dan 10 maanden lang met politieagenten, met OM mee bezig zijn? Ja. Nou, daar vind ik wel wat van. Ja. Dus als je het hebt over maatschappelijk betrokkenheid, dan denk ik, nou, daar had het OM zijn tijd wel beter voor kunnen gebruiken wat ze nu gedaan hebben. Ja, ja. 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 Begrijp ik. Misschien en dat zei dat trouwens de officier zelf ook, hoor. Oké. Okay. Van, we hebben ook een bescheiden onderzoek gedaan, omdat we zo zwaar bestaan hebben. Ja. Bescheiden onderzoek, maar dat duurde wel 10 maanden. Dat bedoel ik. Ja, ja. Ja, ja, ja. We hadden het even over Matthijs net. Ja. Matthijs van Nieuwkerk ligt nu onder vuur. Ik ken hem als een hele gedreven man die gewoon het beste product wil maken. En jij zei net, het is natuurlijk verschrikkelijk wat hij heeft gedaan. Maar is dat wel zo verschrikkelijk dat je de beste wilt zijn en dat je hoge eisen stelt aan je redactieleden en dat niemand te laat komt. En dat alle afspraken worden nagekomen, dat de gasten er zijn Dat is allemaal niet verschrikkelijk. Mm. Allemaal niet verschrikkelijk. En ik heb ook heel lang daags cv gemaakt en ik ben ook eens uit mijn slof geschoten, zou ik maar zeggen. Niet zo heel vaak in het openbaar, durf ik ook wel te zeggen. Het zal best wel eens een keer gebeurd zijn. Maar dan praat ik eerder over een enkele keer dan structureel. Maar ik heb altijd, en of ik nou in theater werk of in tv, je hebt iemand, je hebt of een regisseur of je hebt een eindredacteur. In theater heb je een regisseur, als je iets vindt, dan ga je naar de regisseur en zegt, eigenlijk vind ik dit en dit. En die vertaalt dat naar een speler toe. Ja. Bij tv, en ik ben echt wel eens afgelopen, dat ik denk, jezus jongens, zijn we hier aan het doen? En dan praat je met je eindredacteur en die gaat dat terugkoppelen aan het team. Snap je? Ja. En het gaat niet aan om op een vloer helemaal, maar tegen mensen zeggen op je knieën, nou dat is nogal wat, dat is natuurlijk wel buitenproportioneel. Ja, ja, ja. Heb jij zelf voorbeelden vanuit jouw netwerk en van dingen die daar mis zijn gegaan bij de Wereld Draait Door? Nee, en Matthijs? Nee. Dingen die we nog niet weten? Nee. Oké. Okay. Ken je hem persoonlijk? Wat vind je van hem als... Ja, van tegenkomen. Nou ja, ontzettend gedreven man. Ja. Ik bedoel, dat is het. En natuurlijk een enorm talent. Ja. Dan mag je dit nog niet doen, hè? Nee. Punt. Ja. Nee. Oké. Okay. Iets heel anders. Je bent gestopt bij Shownieuws. Ik belde jou volgens mij een maand daarna voor Nieuwe Revue. Hè. We bellen wel eens even voor de rubriek die ik heb. En dan doe je daar soms wel eens aan mee.
Toen had ik helemaal niet in de gaten dat je gestopt was. Dat zei je toen. Ja, maar Andries, ik ben gestopt. Trouwen kijken. Ik ben gestopt met show nieuws. Nee, ik had je wel een tijdje niet gezien. Maar er werken zoveel mensen mee aan show nieuws. Dat de deskundigen wisselen heel vaak. Klopt. Dus ik had je nog niet per se gemist. Maar er is ook niet echt heel bombastisch afscheid van je genomen. Nee. Dus waarom ben je zo geruisloos gestopt eigenlijk? Ja, omdat ik geen zin had in gedoe. Ik had nog een contract tot mei volgend jaar. Hè? Dus ik zou nu daar nog zitten tot mei. Ja. Maar ik was gewoon klaar mee. Ben je ook gestopt omdat jouw rol bij Show News heel anders was dan bij Boulevard? Ik vond je ook bij Boulevard een dragende presentator. Of aangever, hoe je het maar noemt, of deskundige. En onthullend. En heel veel draaide om jou, ook je humor. Ik vond dat jij bij Show News minder die ruimte kreeg om je op die manier te etaleren. Nee. Had dat ermee te maken? Nee. Okay. Nee, Show News was pure tijdstip. Het was zo laat. Ja. Dat... Ja, ik hield er gewoon niet vol. Wat ik daar straks zei, hoe heb ik het altijd gecombineerd? Ja, weet je, als je komt thuis in Amsterdam, dan ben je klaar. Half één kom je thuis. En dan zit je nog een uur stuiter op de bank. Want je hebt tussen 11 en 12 heb je felle lichten, geluid. Je staat helemaal aan. Ja. Dus ja, dat is niks voor mij. Ik wil wel maar 8 uur slaap iedere nacht hebben. En dat ik trok dat gewoon niet. Nee. Ik werd er echt moe van. Het was een ritme van heel laat naar bed. Dus ik heb heel veel bewondering voor iedereen die het doet, snap je? Ja, maar ik trok dat niet. Nee. Oké, Nou hebben we dat ook weer opgehelderd. Ja. Albert, om even weg te zijn van het lange interview wat we net wat aan het doen zijn. Hè? Ontsnappen we even met een spelletje om het even luchtig te houden. Ken je deze nog? Ja. Van vroeger? Ja, wie is het? Ik heb er vroeger zelf mee gespeeld toen ik de jaren 7 was. Mijn eigen naam erop gezet. wij werken veel met bekende gezichten. Jij vanuit je showbizprogramma's. Ik vanuit mijn tijdschriften waar ik voor schrijf. Ik doe ook altijd alles met bekende Nederlanders. Ja. We werken heel veel met bekende gezichten. Daarom dacht ik even een spelletje met onbekende gezichten. Deze ken je niet, hè? God. Nee. Je mag een kaartje pakken. Ja. Hoe lang duurt het? 5 minuutjes. 5 minuutjes? Ja. Oh ja. Ik ben hier heel goed in. Dus en dan moet ik omschrijven wie dit is. Nee, ik moet vragen stellen. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik vraag, heb jij bruin haar? Dit ben jij nu, nee. Ik moet raden wie jij bent. Als je geen bruin haar hebt, dan kan ik dus iedereen met bruin haar, kan ik wegdoen. Ja. Snap je? Ja, ik snap. En dan blijft er uiteindelijk, als het goed is, 1 over. Ik snap wel waar je intelligentie vandaan komt. Dit is ik heb hem even meegekregen van mijn kinderen. Maar dan mag jij beginnen. Kijk, het kaartje kan je hier neerzetten zo. Ja. En dan, jij moet dus raden wie ik hier op mijn kaartje, wie ik ben. Is de man? Ik ben een man, ja. Oh, dus ik ben al die vrouwen. Ja. En ook genderneutraal. Ik heb geen bril op. Erik lijkt net Ellie Lust. Dat is wel grappig, ja. Op wie lijken deze mensen? Ja, toch? Ja, alle vrouwen moeten weg en dan ben ik. Ja. Heb jij bruin haar? Nee. Oké. En dan mag jij weer. Heb jij... Heb je haar? Ja. Oké. Okay. Ik ben niet kaal. Oké, dus dan kunnen de kale... Hier wel. Ja, ik vraag het gewoon even. Maar op mijn kaartje niet. Oh god, ze gaat iemand op ongeluk om. Kom eens even terug. Ja. Er zijn niet eens heel veel. Ja, okay. Nee, dat is de kunst, hè? Dat je zoveel mogelijk kan wegklappen. Dus je moet eigenlijk zoeken wat je zoveel mogelijk van hebt staan. Ja. Heb jij oranje haar? Nee. Oké. Heb jij blond haar? Blond bedoel je dan geel of oranje? Ja, gelig blond, ja. Nee, ik ben niet geel. Niet geel? Nee, geel ben ik niet. Ben ik geel? Nee, zeker niet. heb jij misschien een bril op? Heb jij een bril? Nee. Geen bril? Ik heb geen bril op, dat moeten we even goed kijken. Ja. Dan doe ik iedereen met bril weg. Oeh, dan wordt het steeds moeilijker inderdaad. Heb jij een snor? Ik heb een snor. Ja, ah, kijk, dat schiet lekker op. Ja, dat is een hele goeie, Albert. Oh jee, kijk nou eens even. Shit, daar ga ik. Heb je geel haar? Nee. Oké. Okay. Heb je oranje haar? Ja. Dat dacht ik al dat je straks zei, bedoel je geel oranje? Ja, precies. Dan ben je Alfred. Oh, man. Ik ben Alfred. Je hebt gewonnen.
Gefeliciteerd. Ben je goed in spelletjes, Albert? Ja, maar ook heel fanatiek. Dus dat is zo vervelend. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Doe jij in het dagelijks leven vaak spelletjes? Nou, niet per se kinderspelletjes, maar volwassen, triviantachtige. Ja, Scrabble. Vind ik leuk. Ja. En ik vind puzzelen, kruiswoordpuzzelen ook heel erg leuk. Oh ja. Wordmonger of zo, dat soort dingen. Word je vals als je verliest? Ja, ik ben een beetje fanatiek. Ja, hè? Ja. En speel je wel eens vals? Nee. Als je kan? Er zit ook geen spiegel achter jou. Nee, maar heel erg geweest. Maar stel dat je de mogelijkheid hebt met memory of zo. Nee, echt niet. Speelt nooit wel heel. Sterker nog, als kind speelde ik in mijn eentje Monopoly. En dan speelde ik alle vier de spelers. En heel eerlijk, ik wist nooit wie ging winnen. Maar ben je dan eerlijk of niet? Ja, heel eerlijk. Ja. Heel eerlijk. We gaan terug naar het gesprek. We hebben het een beetje gehad, Albert, over het theater zijn we mee begonnen. Hè? Toen hebben we het even over de gossip gehad, Boulevard Shownieuws. Nog even een paar dingetjes over jouzelf. Ja. Jij bent een uitgesproken persoonlijkheid, hè? Ook in de media. Hoe je je uit, hoe je interviews geeft. Eigenlijk, het houdt ook wel op de ton. Past dat bij jouw karakter? Ben jij een open boek? Of zijn er ook dingen die je voor de buitenwereld voor jezelf houdt? Nee, ik ben wel redelijk open boek, denk ik. Eigenlijk. En dat is ook wel. Heel lang heb ik geroepen dat ik dat fantastisch vond. Want ik keek naar Amerika, weet je. Daar weet je, als van Oprah Winfrey, daar wist je alles van. Weet je. Dus ik dacht altijd, als je daags op tv bent. Ja. Dan hoort het erbij dat mensen weten wie je bent, hoe je leeft. Nou, dat is ook zo. Dat vind ik hartstikke. Mijn ouders en iedereen, Onno, alles wat er speelde. Alleen toen kwam al die tegenwind, snap je? En toen dacht ik, ik ben wel heel erg publiek bezit geworden, waardoor als het misgaat ook iedereen naar je kijkt. En dat is natuurlijk bij iedereen die bekend is. Ja, dus ja. Toen dacht ik, ja, dat. Dus nu vandaar dat ik dat met Onno ook veel. Ja, we hebben gewoon een leuk leven samen, we gaan niet meer van de daken schreeuwen hoe het zit, snap je? Dat niet meer. Speel ik even advocaat van de duivel, hè? Want dat zal je vaker gehoord hebben, maar jij bent dan hartstikke lang bij Boulevard themateskundige geweest. Je hebt bij Shownieuws gezeten, je hebt het format eigenlijk bedacht van praten over showbiz. Ja. En dan zeggen mensen van ja, maar zijn eigen leven houdt hij verborgen. Of hij wordt kwaad als er afluisterapparatuur bij hem thuis wordt. Ja, okay. En over Onno, zijn huwelijk met Onno, hoe dat nou precies zit, dat wil je niet vertellen. Wat vind je daarvan? Nou, mensen dat dan, één denk ik, als er iemand met de billen bloot gegaan is tijdens alles wat er speelde, ben ik het. Ik ben niet weggedoken toen. Ik heb op tv verteld. Alleen wat ik toen merkte, is dat je het nooit goed kunt doen. Een voorbeeld. Eerst, daar zou ik het over Onno en mij hebben, wat er aan de hand was. En dat deden we aan het eind van de show. Ja, je weet hoe de dingen gaan, dan blijf je kijken. Opbouwen, blijf je kijken. Hè? Dus iedereen op internet, ja, schandalig, zie je, nee, moeten we. Hij gebruikt het voor de kijkcijfers, dit en dit. Dus toen was er weer een keer iets, ja, dan doen we het aan de kop van de show. Ja, vindt hij het nou zo belangrijk dat het aan het begin van de uitzending moet zitten? Ja. Dus je doet het toch nooit goed voor mensen. Toen deed ik geen Boulevard meer en ook geen Shownieuws meer. Dacht, ja, dan hoef ik ook niet te vertellen, snap je, hoe mijn leven in elkaar zit. Dus, en dat afluisteren vind ik echt een ander verhaal, want ik heb nog nooit een microfoon bij iemand in huis gehangen. Nee, wel een camera. Nee. Nou, niet in huis, nee. Nee. Maar ja, goed, dan zeggen ze Wesley en Jolante, dat ja, maar dat is wat anders. Dat is een ruimte, een parkeergarage, waar zelfs bordjes hangen. Uw gang wordt hier, er zijn hier camera's die uw loop vastleggen. Dat hangt er, hè, niet voor niks. Dat is een waarschuwing. Hoe kwam u eigenlijk aan die video? Ja, ik weet niet. Volgens mij was het iemand van die parkeergarage of zo. Ja. Die hem aanbood? Of, ja, volgens mij wel, ja. Okay. Maar goed, je was aan het vertellen. Je hebt nog nooit een... Nee, natuurlijk niet. Nee. Daar ligt voor jou de grens, hè? Nou, ja, inbreken bij iemand thuis. Dat kan niet en ook niet. Voorstel dat wij hier zitten door het raam iemand zo staat. Dat kan niet. Nou, dat was wel wat er toen gebeurde. Ja. Alleen dan krijg je het meten met twee maten. Als je dat namelijk als commerciële zender zou doen, is het toch verschrikkelijk. Ja. Dan ben je de geaccepteerde publieke zender. Nou goed dat ze dat aankaart. Ja. Oké. Ja. Ik vond de actie aan zich, ik moest er wel een beetje op glimlachen eigenlijk. Ik denk van oké. Ja, het was ook grappig bedacht. Hè? Sophie Hilbrand en Filemon Wesseling hadden voor hun tv-programma een prijs bedacht. Ja, Gouden Oor of zo. Ja. En daar hadden ze een microfoontje ingestopt. Maar goed, daar had het eigenlijk bij moeten blijven of zo. Ze hadden jou dan meteen, zodra je thuis was of zo, weet je wat, dan was het nog een grap geweest. Maar er zijn gesprekken ook met jouw ouders en zo. Ja, volgens mij zat Onno midden als gedeputeerde in de verkoop van de Essent. Ja. Dus er werd echt wel alles meegeluisterd. Ja, dat was nogal wat. Dat is wel echt over de grens. En daarbij, wat ik probeer als mens ook nog wel correct naar andere mensen te zijn, snap je? Ja. En ik deed op dat moment toneelstuk met Waldemar. En ik was hartstikke moe. En Sophie vroeg of ik Radio 1 een uur bij haar te gast wilde zijn. Ik dacht, oké, Sophie wel, dan ga ik er zitten. En als dat moment dan gebruikt wordt om jou die streek te leveren,
Ja, daar kan ik niet zo goed mee. Nee, snap ik. Goed. Dus dat vind ik dan erger, snap je? Dan het zakelijke vind ik dat persoonlijke vind ik eigenlijk veel erger. Ja. Heb je het ooit kunnen uitpraten met Sofie Hilbrand? Ja, ik kom er tegen en dan zijn we nog een keer een borreltje gedronken. Nou, Fileman is vervolgens zelf het boulevard aan doen. Ja. Dus, en de rest is history. Daar zit geen woede meer, begrijp ik. Nee, zeker niet. Albert, we gaan het afronden. Ik heb nog een paar korte vraagjes. Je bent 61. Storing op de lijn meteen. Ja. Is dat, is dat een getalletje wat je... Nee, het leven is heerlijk. Maar het is wel raar, toch? 61 is wel een leeftijd. Dat je denkt, oh ja, dan komt dat volgende getal. Is toch een ander getal. Ja. Als je in de 70 gaat duiken, dan ben je bejaard. Ja, dankjewel. Nu nog niet. Nog lang niet. Nee. Ja. Op welk punt bevind jij je in je leven? Ja, eigenlijk op een heel mooi punt. Ik heb het ontzettend aan mijn zin. Nou, dat zie je aan alles. Ik kan de dingen doen, ook door het leven is ook zakelijk goed voor me geweest. Ik kan de dingen doen die ik leuk vind. Ik kan dingen laten die niet per se hoeven. Ja, dat is fantastisch. Ik heb lieve mensen om me heen. Heel veel vrienden, mijn zusjes, familie. Ja, het leven is eigenlijk wel mooi. Heb jij met al je werkzaamheden genoeg gespaard voor, stel dat er straks een keer een pensioen aankomt, 67, ik weet het niet. Dat je zegt van ik wil eigenlijk niet meer werken. Zou je bijvoorbeeld nu al kunnen zeggen, ik kap ermee en dan kun je financieel uitzingen? Natuurlijk, het feit dat je tegen shownieuws, tegen zoveel maanden een behoorlijk honorarium kunt zeggen, doe maar niet. Ja, dat is eigenlijk antwoord op jouw vraag. Dat is een luxe positie. Dat is echt een luxe positie. Ja, mooi. Ja. Hoe ziet 2023 er voor jou uit? In ieder geval prachtige Grease. Daar heb ik zoveel zin in om al die mensen te zien zingen, dansen, acteren en al die nummers in het theater te horen. En verder ben ik met heel veel, toch even zeggen, maatschappelijke. Je zegt van wat kun je allemaal doen? Ik doe heel veel maatschappelijke dingen. Of het nou de gemeenteraad is, maar ik zit ook in een landelijke stuurgroep 113, suicidebestrijding. Ja. Theaterfonds, het theaterweekend is eind januari weer. Dus zeker een boomfeestdag, dat soort maatschappelijke dingen. Die doe je allemaal onbezoldigd. Die vind ik fantastisch om te doen. En ik merk dat ik dat ook heel erg leuk vind om te doen. Dat jij alle kennis die je hebt, of het nou qua organisatie is of qua PR, die kun je inzetten voor die goede doelen. Zonder dat je daar zelf beter van wordt. En dat is echt mooi. Doe je dat om jezelf een goed gevoel te geven? Of om andere mensen een goed gevoel te geven? Of waarvoor zou je, terwijl je het zo druk hebt, zoveel tijd stoppen in... Nou, omdat ik vind dat je dat wat ik zeg, het leven is zo aardig voor me geweest, ook financieel. Ja. Dat zal wel heel egoïstisch zijn als je daar niks mee deed voor andere mensen. Iets teruggeven aan de maatschappij. Ja. 61, ik noem nog even een keertje. Ik vind het een hele mooie leeftijd. Ja, ik ben nog maar 45 al, want ik moet het nog maar zien te halen. Wat wil je nog bereiken voordat je uiteindelijk je laatste adem een keer uitblaast? Over heel lang. Maar wat wil je nog? Heb je nog dingen op je checklist dat je zegt van ik wil nog die productie nog maken, of ik wil die reis nog doen, of ik wil misschien nog terug op tv? Nou, ik wil graag reizen. En dit is een heel raar shot voor dit, maar maakt niet uit. Het blijft een vlog, hè? Ook in de vlog valt er wel eens een blaadje op de grond. Alleen, ik had hem natuurlijk zelf moeten oprapen, maar bedankt. Je bent nog sneller naar de grond, 61. En eerder bij de grond dan ik. Ja hoor. Nee, ik zou reizen heel leuk vinden, lekker veel te reizen. En misschien toch één echte nieuwe musical maken. Dat zou ik heel leuk vinden. En welke dan? Wat heb je in gedachten? Ja, als je dat zegt, denkt een ander ook. Dat ga ik niet zeggen. Maar je hebt wel een idee al. Het feit, weet je, dat ik nu eerst Grease ga doen en dan met Ivo van Hoof, wat toch een soort hoge priester van het theater is, internationaal, die zich een superstar gaat maken. Ja, is toch fantastisch dat je dat kunt doen? Ja, maar dat vroeg ik niet. Je hebt al in je hoofd welke daarna Grease komt. Ja, dat weet je al. Ja, dat weet maar ik je al. Gaat het niet vertellen. Nee. We gaan allemaal naar Grease. Wie deze video ziet, die koopt nu een kaartje online. Waar moeten mensen naartoe om de kaartjes te kunnen lekker in het hele land, bij je eigen theater, of het nou in Groningen is, of het is in Friesland, of ga lekker naar je eigen theater toe, spelen in 20 theaters. Ja, maar er is een website, neem ik aan, waar je... Ja, gewoon grease.nl, denk ik, greasemusical.nl. Ja. Mensen die dit zien, gaan ook de panorama kopen, want daar kom je in. Allemaal kopen. Acht pagina's. Ik dank jou hartelijk voor dit openhartige, leuke gesprek. Vond het heel leuk. En ik wens je wel thuis. Je woont hier om de hoek, dus ik moet nog twee uur rijden. Ik ben zo thuis maar, en ik wuif jou vrolijk uit. Albert, dankjewel. Andries doet dit werk al heel erg lang, interviews. En vaak met een
roddel, gossip, showbiz-achtige kant. En dat kun je alleen maar doen als je te vertrouwen bent. En dat is Andries. Je kunt afspraken met hem maken. Hij laat zijn artikelen altijd lezen. Maar hij durft ook alles te vragen. Dus hij heeft ook een enorme gunfactor. Als je interviews aan hem geeft, dan durf je toch, je stelt je toch open van wat je wil vertellen, omdat je je veilig voelt bij hem. Dus ik vind het ontzettend een goede vent. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen, maar als er één van de krachten is die het al zo lang in dit vak volhoudt, omdat hij gewoon eerlijk en integer is, dan is hij het. En dan zeg ik ook nooit nee als je belt. Albert, dankjewel voor je tijd. Ik vond het heel leuk om te doen. Voor je openhartigheid. We zijn de diepte gegaan over jouw theatervak, over het showbiz vak wat je doet, over je toekomst. Alles besproken. We hebben gelachen en gehuild. Nou, niet gehuild, maar... En tof dat je meedeed aan de spelletjes ook. Want dat maakt deze vlog gewoon luchtig en leuk. Hey, dankjewel, hartstikke man. Bedankt voor je tot tijd. Ziens. En ik spreek je weer. Super. Ja, Oké. Hoi. Nou, dat was echt een superleuk interview met Albert Verlinde. Hij was relaxed, openhartig. Ik mocht eigenlijk alles vragen wat ik wilde. Het is voor 8 pagina's panorama, dus we hebben echt wel even meer dan een uur zitten kletsen. Je zal niet alles terugzien in de video, want we moeten een beetje knippen hier en daar. Maar het was echt een superleuk gesprek. Leuke dingen verteld. En hij deed mee aan alle spelletjes. Het smaakspel. Misschien had ik niet gedacht dat hij daar mee zou doen. Dat hij zou zeggen van, nou Andries, die flauwekul, heb ik even geen zin in. Maar hij deed gewoon mee. En ook wie is het? Ja, superleuk om dat met hem te doen. Volgens mij vond hij het zelf ook heel leuk. Ik ken hem al 20 jaar. Het blijft een heel interessante persoon om te interviewen. Vond je dit een leuke video, dan help je mij enorm met mijn kanaal op te bouwen door even te abonneren. Dat is gewoon gratis. Je kunt even op het abonneren buttentje drukken en dan heb ik er weer eentje bij. En help je me mee. En volg me ook vooral op Instagram, @AndriesJelleDeJong. Daar breng ik mijn leven als showbiz-verslaggever een beetje in beeld. Maar ook mijn leven als boertje, want we wonen op een boerderij met schapen, geiten en een varkentje. En ik heb nog 2 kleine zoontjes, die komen ook geregeld even voorbij in mijn filmpjes op Insta. Dus check dat ook vooral. En dan hoop ik jou te zien bij de volgende video. Doei!